Dag dames en heren, dit is Omroep Zeeland Sport met vandaag voetbal uit de derde divisie, bekervoetbal en zaalkorfbal. In de derde divisie gaat Hoek tegen koploper Sparta Nijkerk op jacht naar eerherstel na de mokerslag van vorige week. Een echte derby met rivaliteit en sfeer. Capelle speelt in de beker tegen Ierseke. En de start van de zaalkorfbalcompetitie in de hoofdklasse. Top Arnhemuiden op bezoek bij Nieuwekerk. Maar we beginnen hier in Hoek, waar Hoek revanche wilde nemen voor de ruime 6-0 nederlaag die het vorige week leed in Harkema tegen Harkemase Boys. Maar dat revanche nemen zal niet meevallen, want de tegenstander van dit weekend is Sparta Nijkerk. En die promovendus is de trotse koploper in de derde divisie. Hoek moest dus aan de bak tegen Sparta Nijkerk. Dit zijn de mannen die het moeten gaan doen voor Hoek vandaag. Nog altijd geen Erwin Fransen, hij is geblesseerd. Francis Kapwe-Manengela vervangt Abdou Abdembi ten opzichte van vorige week. De beginfase met Sparta Nijkerk in de aanval. De koploper dus in de derde divisie en gelijk een goede kopkans van nummer 13, Maurice de Ruiter. Maar hij kopt over het doel van Jordi de Jonge. Smulder. Oh, die kopt hem zo naar een speler van Sparta Nijkerk. En dan is Burgerhout weg. Brian Burgerhout over de jongen. En dan is het binnen 2 minuten toch raak voor Sparta Nijkerk. Hoek kent wel vaker een slechte start dit seizoen. En dat gebeurt vanmiddag dus opnieuw. Slecht verdedigd, maar de afronding van Burgerhout mag er zijn. Over de jongen heen. En dus 0-1 voor de koploper. Maurice de Ruiter loopt weg. De Ruiter, boogballetje. En dan zit hij er weer in. 0-2 voor Sparta Nijkerk binnen 6 minuten. En na de afstraffing van vorige week van 6-0 tegen Harkemase Boys loopt Hoek hier na 6 minuten alweer achter de feiten aan. Maurice de Ruiter doet dit natuurlijk prima. Maar Hoek staat te slapen in de eerste 10 minuten van de wedstrijd. Ruben de Jager... Voorzet richting tweede paal. Kapwe-Manengela met een kopballetje. Het is het eerste gevaar van Hoek. Dat een beetje in de wedstrijd begint te komen. Maar is het niet al te laat? Constantia. Goede actie. Smulder. Impens. Blijft die bal daar hangen. Rick Impens. Maar de redding is van Gino Coutinho. De outkeeper van onder meer AZ. Maar hij baalt natuurlijk, Lieven Gevaert, de trainer van Hoek. Hier een vrije trap bij de tweede paal en rechts. Maar die kan de bal niet binnenkoppen. Dan weer Sparta Nijkerk. Mooi balletje richting Plet. Plet en het is ook nog 0-3. Wat een drama voor Hoek. Dat in de maand november 3 topploegen treft in de derde divisie. Maar voorlopig compleet door het ijs zakt. Blijdschap natuurlijk op de bank bij Sparta Nijkerk. En bij Hoek is de frustratie groot. 0-3 is ook de ruststand en de stopoverleg aan het begin van de tweede helft. Want het moet anders. Rick Impens. Impens, Coutinho laat los, daar is Ruben de Jager. En dan is het in de eerste minuut van de tweede helft al 1-3. Precies wat Hoek nodig heeft om nog een kans te maken vanmiddag gebeurt. Ruben de Jager is attent. Want Coutinho kan deze bal van Impens niet vastpakken. En wat kan er dan nog? Coutinho. Naar Makis Odila. Die verliest de bal aan Impens. Rick Impens. En die schuift er 2-3 binnen. Wat een cadeautje van Sparta Nijkerk. Aanvoerder Rick Impens pakt het uit. En dan is het opeens 2-3. Met nog een half uur op de klok. Wat een fout daar achterin. Impens is attent. En blijft rustig. En hier heeft de ervaren Coutinho geen antwoord op. Van de Pitten. Constantia. Karim Banani. Schot geblokt. Constantia nog. Maar over het doel van Coutinho. Hoek heeft na rust wel veel minder te duchten van Sparta Nijkerk. Maar hier gaan de bezoekers weer eens met Plet en rechts. Oeh, harde overtreding. En dan mag de Belgische verdediger niet klagen dat de scheidsrechter het bij een gele kaart laat.
Want dit was een harde ingreep van Alexander Embrechts. Plet, hij staat dus weer. Mooi balletje. Veel ruimte voor Sparta Nijkerk. En dit is natuurlijk een makkie voor Donny van der Wal. En dan is het 2-4 en dan is de wedstrijd alsnog beslist. De ingevallen aanvoerder scoort de 2-4. En bezorgt Sparta Nijkerk alweer de 10e overwinning van dit seizoen. Maar deze hadden u en ik natuurlijk ook gemaakt. 2-4 is ook de eindstand. Hoek verliest opnieuw. Werk aan de winkel voor trainer Lieven Gevaert. Want over 2 weken wacht opnieuw een topploeg. DVS 33. De maand van de waarheid, zei iedereen. 3 topwedstrijden. Jullie hebben er nu 2 gespeeld. 0 punten, 2 voor, 10 tegen. Ja, wat is die waarheid dan? Kan je dat nu al zeggen? Ja, dat we iets te weinig kwaliteit hebben om ons echt te meten met die topploegen, denk ik. En geen verwijt naar niemand toe en zeker niet naar de jongens toe. Maar ja, dan zie je dat je toch wel in elke linie net dat tikkeltje tekort komt om op meer te mogen azen. Ja, dat is een harde conclusie voor een club als Hoek die altijd heel ambitieus is. Nou goed, maar ik denk niet dat het iemand met mij oneens zal zijn als ik zeg dat het een terechte conclusie is. En hard kan ook terecht zijn. Ja, wat kan je ervan zeggen? Het is slecht en geen excuses, geen smoesjes. Het is gewoon slecht en dat mag bij ons niet. We hebben genoeg en te veel goede spelers. Dit nog niet gebeuren. Ja, is het niet gewoon zo dat teams als Sparta en Nijkerk beter zijn dan jullie? Ja, ze zullen ongetwijfeld goed zijn, maar als je ziet hoe wij de tweede helft beginnen. Volgens mij staan ze echt tot aan de 80e minuut op een achterlijn. Dus hoeveel beter zijn ze dan? Het is geen slechte team, maar omdat ze zeggen dat ze veel beter zijn. Wij maken afspraken van tevoren. We trainen een hele week lang voor zo'n wedstrijd. En als je dan op 6 minuten alle afspraken weggooit en je komt achter. Ja, wat kan je dan nog meer doen als trainer zijn? We hebben hem in de steek gelaten en we laten iedereen hier in de steek. Vind ik de afgelopen 2 wedstrijden. Ongetwijfeld dat het een moeilijke maand is november. Dit is te makkelijk. Hoek verliest alweer voor de 5e keer dit seizoen. De andere Zeeuwse club op dit niveau, Goes, boekt een verrassende overwinning op VVSB. In de stand zakt Hoek naar de 5e plaats. Goes passeert VVOG en Dovo en staat nu 14e. In de 3e divisie werd dit weekend dus een volledig programma afgewerkt, maar in veel andere competities werd niet gevoetbald vanwege de districtsbeker. En in de 2e ronde van die districtsbeker stond in Zeeland een mooie derby op het programma. Capelle, 3e klasser, ontving Ierseke, 2e klasser. En die wedstrijd is van oudsher een echte derby. Ja, Capelle Ierseke is altijd lastig. Vuurwerk straks dus op het veld en naast het veld. Willen jullie nog wel een beetje met elkaar door een deur? Tuurlijk. Moet kunnen, toch? Wie gaat er winnen dan? Ierseke. Waarom? Omdat ze zou een betere mol wezen. Ik dacht dat het van Capelle was. Shh. Lekker die. Pure winst voor Capelle. Geen twijfel. Dus makkelijk, 5-0 of zo? Nee, het zal een 2-1, 3-1 misschien. Maar het is, Capelle is in de flow en die gaat het maken. Maar na afloop wel gezamenlijk mosselen eten? Nee, ik bleef geen seconde langer hier. Dan was hij klaar, dan ben ik gelijk weg. Wat gaat het worden vandaag? 3-1 voor ons natuurlijk. Het is redelijk druk aan het worden. Ja, zeker. Het is alleen maar mooi. Langs de lijn druk is. Veel van hier is ook, veel supporters van Capelle ook. Dus mooie ambiance. Waarom is dit zo'n belangrijke wedstrijd? Ja. Over mijn lijken mentaliteit vandaag. Het is toch wel een echte derby. Natuurlijk een aantal jaren niet meer gespeeld en er zit veel op het spel vandaag, dus ik heb er zin in. Ja! Staat het bij rust 3-1 voor Capelle. Dat is gewoon nog even over de streep trekken, toch? Ja, het spelbeeld geeft een ander beeld tot op heden. Want 3-1 is een beetje geflatteerd. Maar ja, het gaat erom, die bal moet tegen het netje komen. Hè? Wat maakt deze derby zo bijzonder? Nou ja, de rivaliteit. Capelle en Ierseke zijn elkaar heel vaak tegengekomen op dit niveau. Ook een hoger niveau.
En de rivaliteit tussen de dorpen, die was altijd die 90 minuten, dan ging dat hart tegen hart. Maar na afloop gingen we altijd gezamenlijk het biertje drinken en zo moet het ook. Dat je nu wint van de eerste cup, hoe mooi is dat? Ja, dat hoef ik niet eens te zeggen toch? Daar doen we het allemaal voor. Al die fans man? Ja, echt prachtig. Ja, je ziet het nu overal op de club en zo, dat is echt, ja, is heerlijk. En die kleine? Ja, ik heb het idee dat ik het ook wel leuk vind, vooral dit ding. Wat ga je doen om te vieren? Nou, ik denk dat er wel een lekker biertje staat. En gewoon met de jongens, met de mannen, met de club. Ja, fantastisch. Dat zijn toch de wedstrijden waar je het voor doet, zou ik zeggen, ook als trainer. Dus maar als ik zeg, als je wint is het leuk en als je verliest, ja, dan krijg je alle hoon over je heen. En dan roepen ze allemaal je naam, alleen op een verkeerde manier. Dus, maar goed, daar moet je ook mee om kunnen gaan en dat hoort er ook bij. Die lach die gaat denk ik niet meer van je gezicht vanavond. Nee, zeker niet. Nou, vorige week natuurlijk die periode gepakt hebben, wat we eigenlijk nooit hadden gedacht. En dan nu ook nog van de Ierse winnen, de derby natuurlijk. En ja, gewoon volle 100% en echt een compliment aan het hele team. Hoe gaat de rest van de avond eruit zien? Ja, er wordt nog wel een biertje gedronken, denk ik. Dus ik hoor ze al schreeuwen daar zo, dus dat gaat helemaal goed komen. En de kantine zit harde vol, dus we zullen er een feestje van maken vanavond. Lichtjes uitdoen? Ja, de lichtjes die ga ik zeker uitdoen hier zo, dus dat komt helemaal goed. Dit is toch geweldig? Heb je dus weer in de kantine geproefd hier vandaag? Ja. Ierseke, de derby. En die spelen de klasse hoger als ons. Ja, dan. Tot slot van deze uitzending gaan we kijken naar korfbal. Want de korfballers gaan de zaal weer in. Het belangrijkste gedeelte van het korfbaljaar. En daarin speelt Top Arnhemuiden dit seizoen in de hoofdklasse. De eerste wedstrijd was een uitwedstrijd in Nieuwerkerk aan de IJssel tegen Nieuwerkerk. In de opstelling van Top Arnhemuiden is er een plekje voor Demi Mondeel. In het veldseizoen speelde ze vooral in het tweede team omdat zij nog worstelde met een knieblessure. Maar nu is ze terug in het eerste van Top Arnhemuiden en krijgt ze een basisplaats van de nieuwe trainer Edwin Koppolsen. Hij is de vervanger van de in oktober weggestuurde Kees-Jan Oppe. Dit is een overtreding in de beginfase. En hier komt het 1-2'tje aan. En Marijs benut die kans. En zo is de eerste treffer voor de ploeg uit Arnhemuiden. Top wil dit seizoen meegaan doen om de bovenste plaatsen in de hoofdklasse. Want ze willen naar de play-offs om mee te gaan doen voor promotie naar de Korfbal League, het hoogste niveau van Nederland. Dit is de 1-1 gemaakt door Niels Stuurstraat. En zo gaat het gelijk op in de beginfase. Het is een aardige aanval. Goed schot van Jurriaan Bouwens. En die valt door de korf. En zo staat Top weer op voorsprong. Vorig jaar troffen Nieuwerkerk en Top elkaar ook in de hoofdklasse. Toen won Nieuwerkerk de thuiswedstrijd. En Top deed datzelfde. Dus je zou kunnen zeggen dat de ploegen aan elkaar gewaagd zijn. Dit is een strafworp. En die wordt benut door Koen Collé. En het blijft maar gelijk opgaan in de beginfase van die wedstrijd. Van 2-2 wordt het 6-6. En hier komt Nieuwerkerk voor het eerst op voorsprong. Babette Blok gooit de bal door de korf. Een goede treffer. En Nieuwerkerk zet dan aan. Dit is een hele fraaie bal. Job Brouwer. Van grote afstand door de korf. En dan moet Top aan de bak om niet het verschil te groot te laten worden. Hier Marijs met een verrassende gooi. En gemaakt door Demi Mondeel. Hij keert dus terug in het eerste van Top Arnhemuiden. En doet dat met een treffer. Maar Nieuwerkerk staat best lekker te spelen. Weer van grote afstand. Stuurstraat opnieuw. 10-8. En niet iedereen kan het interesseren wat er op het veld gebeurt. Want ook de kwalificatie van de Formule 1 is bezig. Maar wij blijven toch gewoon even naar het korfbal kijken. Met hier Jorian Schroevers.
Hij brengt de stand terug naar 11-10. De top vindt dan de aansluiting weer. Dit is de volgende aanval. Met Marijs. En Jurgen Jansen. Helemaal vrij. En hij gooit hem goed erdoorheen. En zo brengt hij de stand weer gelijk. En zo is de top weer helemaal terug in de wedstrijd. Dan gaan we naar de tweede helft. Met hier een overtreding van Janine Marijs. En dan weet je, er gaat de bal op de stip. En dat is een koud kunstje voor Koen Collé. En zo staat Nieuwekerk weer op voorsprong. Het gaat heen en weer in deze wedstrijd. Hier is het te vroeg inlopen. Van Demi Mondeel volgens mij. En dan gaat de bal weer op de stip. En dan is het opnieuw Collé die scoort. Top houdt het verschil dan wel klein. Nieuwekerk staat steeds op voorsprong. Maar Top blijft knokken. Hier een vrije schietkans voor Janine Marijs. Dan is het verschil weer 1. En dan gaat Top doorpakken. Hier wordt Anita de Ridder goed vrijgespeeld. En een goede treffer van de Ridder. Vuistje omhoog. En ze moedigt haar teamgenoten nog maar eens aan. Want Top wil natuurlijk goed beginnen aan het zaalseizoen. We hebben wel een taaie tegenstander aan Nieuwekerk. Dit is Mondeel. En die valt met iets wat geluk binnen. En zo staat Top weer op voorsprong, ver in de tweede helft. 18-19. En gaat Top dan de voorsprong vergroten? Ja hoor. Janine Marijs, 18-20. Een klein gaatje. En kan Top dat gaatje dan vergroten? Dat is een goede aanval. Sander Kloet, invaller. 18-21 en zo is het verschil 3. En lijkt Top deze moeizame wedstrijd dan toch naar zich toe te trekken. En dat gaat het ook doen. Want hier is de laatste treffer in de maak. Anita de Ridder. Naar Kloet. Vallend en opstaand krijgt hij de bal. Bij Jurriaan Bouwens. Zijn poging gaat nog mis. Maar Anita de Ridder bepaalt de eindstand op 19-24. Topwind van Nieuwekerk en doet goede zaken. Een moeizame start. Ging gelijk op. In de tweede helft ook erachteraan lopen. Ook bij 18-17 nog erachteraan lopen. Maar de laatste 10 minuten waren van ons. En... Ja, dat vind ik knap. Moet ik de ploeg meegeven. Ik vind het een moeilijke wedstrijd. Maar uiteindelijk hadden wij de langste adem. En ik vind dat we slim uitgespeeld hebben. Ik denk in het begin waren we veel geforceerd op de doorbraak toch. In de tweede helft hebben we meer vanuit ons schot de aanval opgezet. En dan zie je dat er bij verschillende mensen gewoon meer kansen komen. En ja, dat hebben we gewoon goed gedaan in de tweede helft. Dit zijn de uitslagen van de eerste speeldag. KCC en Avanti weten net als Top te winnen. En die drie ploegen delen dus ook de koppositie. Volgende week ontvangt Top KCC. Tot zover Omroep Zeeland Sport voor vandaag. Morgen ben ik er weer met de talkshow De Derde Helft. Dan onder meer aan tafel Shirin van Anrooy en Tim van Dijken. Twee van de grootste wielertalenten van onze provincie. Heel graag tot dan en voor nu nog een hele mooie avond.